Jackson Mugabe is al een jaar en vier maanden op zoek naar zijn persoonlijke spullen. Een ketting, horloge, portemonnee met inhoud, etc. Spullen ter waarde van bijna 10.000 SRD. En deze spullen werden in bewaring genomen bij het politiebureau waar hij een jaar en vier maanden terug in verzekering werd gesteld. Toen hij na de aanhouding vrijkwam waren de zaken verdwenen. Hij zoekt hulp bij de leiding van het politiebureau waar de spullen zijn verdwenen, maar krijgt steeds nul op het request. Vervolgens stapte hij naar OPZ, het ministerie van Justitie en Politie, en daarna naar het Hof van Justitie, maar heeft nu nog steeds geen bevredigende antwoord. Wij brengen u de zeer teleurgestelde Jackson Mugabe. We zitten met de heer Jackson op kantoor bij 1 voor 12. De heer Jackson was in verzekering gesteld en is wederom in vrijheid gesteld. Meneer Jackson, vertelt u wat het probleem van u precies is? Mijn probleem is, ik werd aangehouden. Men heeft gezegd van, ik heb zware mishandeling gepleegd, maar dat is niet het geval. Ik heb mezelf verdedigd, want als iemand op je komt met een mes, daar kan je niets aan doen. Als je misschien een hout pakt, dan verdedig jezelf daarmee. Dus dat is gebeurd en toen heeft men me ingesloten. Wanneer is dat? Dat was, ze hebben me aangehouden op 26 maart 2014. En ik werd 25 april in vrijheid gesteld. Bent u schuldig bevonden? Nee, ik ben niet veroordeeld. Ik heb wel toen ik na 6 dagen, toen ik in verzekering werd gesteld, na 6 dagen ben ik voor de rechter. En zij heeft me gewoon een 30 dagen verlenging gegeven. En voor die 30 dagen heb ik gewoon een vrijstelling gehad. En dat was op 25 april. En diezelfde dag ben ik gelijk naar het politiebureau waar ik werd aangehouden. Ik ben gegaan om mijn spullen te gaan halen. Oké, en u bent uw spullen gaan ophalen. Ja. Hoe is dat daar verlopen? Ik heb een zekere mevrouw daar ontmoet, een major. En zij heeft me die dag voorgehouden van ik moest weer de volgende dag komen. Want zij wist wel dat die andere jongens die daar waren ingesloten, hun spullen wel hadden gehad. Maar zij wist niet waar mijn spullen waren. Dus ik moest die volgende dag weer komen. Dat heeft ze me gezegd. Dus wat er allemaal is gebeurd, wat ik later heb gemerkt, is dat men gewoon... Dus toen ik daar was die dag, toen ze me hadden aangehouden, ze hebben gezegd van ik mag niet ingesloten worden met mijn spullen die ik bij me had. En een zekere agent heeft me toen gevraagd om mijn spullen af te geven aan hem. En hij heeft gewoon een papiertje, ik heb dit voor het eerst gezien, men heeft gewoon een papiertje genomen en men heeft het gemaakt tot een envelop. En op dat papier heeft men alles geschreven wat in dat papier zat. Dus men heeft het gewoon, dus toen ik... Geen dossier gemaakt wat u allemaal heeft afgestaan. Dus dat heeft inspecteur Samsudin, die me die dag in verzekering had gesteld. Dus dat heeft hij me voorgehouden. Na zoveel keren dat ik daar ben geweest, heeft hij me gezegd van, u moet naar het OPZ, u moet een verklaring afleggen dat men jou... tegen het politiebureau dat men jouw spullen heeft gestolen. Maar hij heeft het opzettelijk gedaan, vind ik hoor. Dat is mijn mening. Want als u een inspecteur bent, dan weet u dat als mijn spullen daar, laten we zeggen, gestolen zijn geworden, dan moet ik eerst een verklaring daar opnemen en die wordt dan opgestuurd naar het OPZ. En dan pas wordt het verder behandeld. Men heeft me gewoon gestuurd naar het OPZ. En van het OPZ moest ik terugkomen. En ik ben terug geweest. Dan pas hebben ze een verklaring opgenomen. We zitten een paar maanden nu verder. Wat heeft u al gekregen? Of wat moet u concreet krijgen van het politiebureau? U heeft daarnet gezegd een paar maanden, maar het is niet een paar maanden, het is al een jaar zoveel. Dus maart was het een jaar, dus nu zijn we een paar maanden verder. Dus dat wil zeggen een jaar en 4 maanden al. Heeft die spullen nog niet? Nog niet. Dus men blijft, dus ze sturen me gewoon overal waar ze willen. Dus van het OPZ
hebben ze me, ze hadden gezegd dat ze mijn stukken, mijn dossier zouden opsturen naar het parket. En ik ben naar het parket gegaan. Men kon mijn stukken niet vinden. En toen heb ik gebeld met die zekere inspecteur. Ik heb vernomen dat hij niet meer daar werkt. Ik heb hem gebeld toen en hij heeft me toen mijn dossiernummer gegeven. En ik heb het doorgespeeld bij het parket. En men heeft me gezegd van... nee, een zekere meneer daar heeft me toen gevraagd van... Meneer Mugabe, hoe kunnen we u helpen? Dat was zijn vraag. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Want als u hier werkt, laten we zeggen bij het bureau werkt... en mijn dossier is naar daar opgestuurd... dan moet u misschien tenminste weten wat er verder moet gebeuren. Tot nu toe liggen uw spullen bij het bureau? Dus nadat ze me hadden gezegd... nadat die meneer me had gevraagd van... hij wist niet wat hij moet doen. En ik heb toen de vrijheid genomen om naar het ministerie van Justitie en Politie te stappen. En toen ik daar ben geweest, heb ik een secretaresse ontmoet. En zij heeft me een papiertje gegeven om alles op te schrijven. Dat papiertje was te klein. Ik heb maar een deel geschreven. En na laten we zeggen, 6 weken of zo, heb ik een brief van het ministerie van Justitie en Politie ontvangen. Waarbij men heeft me voorgehouden van... ik deel u mee het ingevulde autent formulier te hebben ontvangen... en door goede noten van te hebben. Dus ze hebben me een heleboel uitgelegd. Maar men heeft me voorgehouden dat dit een eenvoudige brief is. Dus het heeft bijna geen waarde. Maar ik heb kopies gemaakt. Ik heb die kopie ingediend bij dingen... parket en ik heb die originele gehouden. Dus, okay, dus dit is ook bekend bij de minister van Justitie en Politie? Ja, waarschijnlijk wel. Zelf gesproken de minister? Als ik het zo mag zeggen, ik ben persoonlijk thuis bij hem gaan werken, want ik ben blikslager, ik zet daggoed. Ik heb hem persoonlijk gesproken en wat me kapot heeft geslagen, die minister zelf heeft me gezegd van ik moet terug naar het politiebureau. Ik heb alles uitgelegd wat ik kwijt heb geraakt. Ik heb namelijk mijn halsketting van 29,7 gram kwijt. Mijn horloge. Mijn BlackBerry mobiele telefoon van het merk 9360. Ik heb mijn Finabank pinpas. Mijn ID-kaart. Mijn portemonnee met inhoud van SRD 100 papiergeld. En in de buurt van 85 cent. Zo heb ik kwijtgeraakt. Ik heb dit brief gericht naar het procureur-generaal. En daarna, laten we zeggen, ik heb het ingediend op 5 maart 2014. Daarna heb ik een brief van hemzelf. Of, heb je resultaat kunnen krijgen van het parket van de procureur-generaal? Ja. Ik heb, wat zegt hij? Ja, hij heeft me een brief gegeven en... hij of zij, ik weet niet wie het precies is, maar in die brief staat geschreven dat ze tuchtrechtelijke, dus die agenten die betrokken zijn geweest bij mijn spullen, als ik het zo mag zeggen, tuchtrechtelijk zal worden opgetreden. En daarna heeft ze me ook gevraagd om bij inspecteur Nasrullah te gaan. Met het wenden van een minnelijke schikking. Ik ben diezelfde dag die ik dit brief heb ontvangen, ben ik diezelfde dag zelf naar het Hof van Juridische Zaken. Ik ben geweest, ik heb gevraagd voor inspecteur Nasrullah en hij was er niet. Dus ik ben geweest. Heeft u inspecteur Nasrullah zelf gesproken? Ja, daarna heb ik hem zelf gesproken. Maar daarvoor heb ik een... toen ze me hadden gestuurd naar zijn kamer, heb ik een zekere mevrouw Sarju ontmoet. En deze mevrouw heeft me uitgelegd van meneer Nasrullah is met ziekteverlof. Dus laat me... zij gaat me bellen na een week zo, had ze me voorgehouden. Na een week heeft ze niet gebeld. Ik ben geweest en toen heeft ze gezegd van meneer Nasrullah is er nog niet. Dus daar begon ik al een beetje toren te worden, want het wordt al veel. En na, laten we zeggen, 6 weken zo, ben ik weer gegaan en ik heb de heer Nasrullah ontmoet die dag.
En toen ik, daar, toen ik hem zag, heb ik hem gezegd van meneer Nasrullah, ik heb dit gekregen om, ik moet dit brief naar u toe brengen. En hij heeft gezegd van ik heb die brief gezien, maar wat ik u wil vragen is quitanties van die spullen die u kwijt heeft geraakt. Maar ik moet u zeggen meneer, wat die spullen die ik kwijt heb geraakt, als ik het zo mag zeggen, ik heb mijn BlackBerry telefoon in 2012 gekocht. Ik heb het en mijn ketting, die halsketting van me, heb ik gekocht sinds dat ik 16 jaar was. Daar kan je geen kwitantie van hebben. Hè? Begrijpt u? En nu ben ik 28 jaar. En van 16 naar 28, u begrijpt wat er gebeurd is. Dus ik heb die kwitantie van mijn halsketting niet meer. En mijn horloge heeft mijn vriendin persoonlijk voor me gekocht in Frankrijk. Begrijpt u? Dus die kwitantie kan ik ook niet tonen. En hij heeft me gevraagd van, als u die BlackBerry telefoon kwitantie heeft, dan moet u het brengen. Ik ben gelijk naar mijn auto gegaan. Ik heb die kwitantie gebracht. Ze hebben een kopie gemaakt ervan. En ze hebben me gezegd van, deze week nog ga ik u bellen. Dat hebben ze me gezegd. Is dat gebeurd? Dat is niet gebeurd. Dus dat vind ik kwalijk. En na 3-4 weken ben ik weer geweest. Ze hebben me gezegd van, dus bij de wacht hadden die politieagenten me gezegd van, ze hadden hem gezien, hij was naar binnen gegaan. En toen ik daarboven was gegaan, kon ik hem niet zien. En toen hebben ze gezegd van, ik had hem gezien, maar hij is weg. Wat wilt u dat er in deze moet gebeuren? Zo, als ik het zo moet zeggen, men had me gezegd die dag van, ik heb een verkeerde handeling gepleegd. Ik heb zware mishandeling gepleegd. En men heeft me diezelfde dag, ik ben zelf naar het politiebureau gegaan. En men heeft me aangehouden. En als een politieagent jouw spullen heeft gestolen, dan moet die man gewoon aangehouden worden. En dan moet de staat nu eraan gaan werken om mijn goederen terug te kunnen krijgen. Kunt u een beeld geven wat de totale waarde is van wat u allemaal nog niet kunt krijgen? Ik heb mijn berekening al gemaakt en ik kom op 8,5 tot 9000 SRD. Wat ik kwijt heb geraakt. En is dat ook bekend bij de politie wat u tenminste zou moeten krijgen als u uw spullen niet terugvindt? Ja, ik heb dus sinds het begin, dus ik wist, men had me gezegd over straat van het gaat lang duren. Politiebureau zelf hadden ze gezegd van het gaat lang duren voordat u uw spullen terugkrijgt. En ik heb sinds in het begin gezegd van kijk, die spullen die ik tot nu toe kwijt heb geraakt, komt op zo'n bedrag. Ik heb het doorgespeeld bij het OPZ. Al deze spullen waarover u nu praat, dat u nog niet in handen kunt krijgen, heeft u contact gemaakt met een jurist om uw zaken te laten vlotten? Zo, ik ben... Ik was wel naar een advocaat gegaan. Ik heb met hem gesproken, maar u weet als u de kapitaal niet heeft, dan gaat de advocaat niet voor u werken. Dus die zekere meneer heeft me gezegd van hij zou bellen met het politiebureau en hij zou verdere informatie daar proberen te winnen. We zijn op zoek gegaan naar een reactie van de voorlichtingsdienst van de politie. We spraken politie-inspecteur Narden, die niet voor de camera verscheen, maar ons wel wist vertellen dat de zaak in onderzoek is bij de afdeling onderzoek politionele zaken, OPZ dus. Wij blijven de zaak voor u volgen.